Welkom meneer Buma. Het zijn drukke dagen. Hoe is het met u? Nou, gaat goed. Ja? Hoe beleeft u deze dagen? Ik rijd het hele land door, maar de sfeer is zo ontzettend goed binnen het CDA dat ik iedere dag fitter lijkt te worden. Leuk. Waar zijn we vanavond eigenlijk? We zijn nu in Breda. Vandaag ben ik de dag begonnen in Zeeland, bij de Provinciale Zeeuwse Courant en Omroep Zeeland. Daarna hier naartoe en nu weer een avond. De mensen komen al binnen met alle CDA'ers in Brabant en Zeeland. U zegt dat de samenleving verhardt en verruwt. Waar merkt u dat aan? Nou, gelukkig op een dag als deze wat minder. Maar waar ik me erg aan erger is het gescheld en het onnodige beledigen op internet, bijvoorbeeld op sociale media. Ik denk dat het anders kan en ook anders moet. Maar is het tij nog te keren? Zeker, het is te keren. Kijk, we hebben een samenleving die erg egoïstisch misschien wel geworden is, erg geïndividualiseerd is. En mijn stelling is dat hoeft niet, dat kan anders. En als we beledigen, haat zaaien, mensen wegzetten, wel aanpakken, dan kunnen we echt wel een betere samenleving. En hoe kunnen we dat haatzaaien bijvoorbeeld aanpakken? Haatzaaien is nu strafbaar, maar eigenlijk wordt daar nauwelijks op gestraft. En ik vind dat we daar streng aan moeten zijn. Ik denk ook aan het verheerlijken van geweld. Moeten we strafbaar stellen. We hebben het vandaag over een sterke samenleving. Wat is eigenlijk een sterke samenleving? Wat ik wel eens zeg, sommige mensen denken dat Nederland uit 17 miljoen individuen bestaat. Ik zeg nee, we zijn een gemeenschap, we hebben iets met elkaar. En dat laatste is wat we moeten versterken. En dat kan in positieve zin, dat kan door sport, dat kan door vrijwilligersorganisaties, dat kan door je in te zetten voor anderen. Ik wil daar een dienstplicht aan vastplakken, zodat iedere jongere na zijn middelbare school ook een periode iets voor een ander doet. Ja, u begint nu over de dienstplicht, maar gaat dat wel werken? Dat gaat zeker werken. Als ik al kijk hoe succesvol de maatschappelijke status op de middelbare scholen is, dat is nog maar een begin, dan ben ik ervan overtuigd dat zo'n dienstplicht echt een omslag kan zijn in het denken. En moet zo'n dienstplicht dan bij Defensie worden uitgevoerd en in het leger? Dat zou voor een deel daar kunnen, maar ik kan me net zo goed voorstellen dat mensen dat bij een zorgorganisatie doen, of bij een vrijwilligersorganisatie, bij een natuurorganisatie bijvoorbeeld. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Er komt ondertussen een vraag van Nora binnen over die dienstplicht. Die zegt, kunnen we dit niet via het onderwijs regelen? Is het echt nodig om daarvoor de dienstplicht weer in te voeren? Nou, het punt vind ik juist dat je ziet dat in het onderwijs bijvoorbeeld dingen als respect voor leraren gewoon weg zijn in heel veel gevallen en terug moeten komen. En we investeren in Nederland gelukkig veel geld voor onderwijs. Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk naar die maatschappelijke stage, die dus wel bij het onderwijs is, dan kan ik alleen maar zeggen, dat zouden we echt meer moeten doen en intensiever. Dus nee, het lijkt mij niet voldoende om te denken, het onderwijs redt dat wel. Het lijkt me juist belangrijk voor iedereen die zeg maar van school naar de arbeidsmarkt toe gaat, om een aantal maanden te hebben waarin je je voor een andere inzet, via zo'n dienstplicht. Gisteren was in het nieuws dat ook Zweden de dienstplicht omarmt. Heeft u de Zweedse premier getipt? Nou, Zweden heeft het nu daadwerkelijk ingevoerd, hè. En dan primair militair, maar ik vind het wel van belang dat we ons bij Zweden melden als Nederland, om hun te vragen hoe zij dat nu opgezet hebben. Dus ook daar was de dienstplicht afgeschaft, 7 jaar geleden. Ze voeren hem weer in. En ik vind het heel interessant om daarnaar te gaan kijken. We zien dat de samenleving steeds verder individualiseert. Frans zegt, wat kunnen wij daartegen doen? Of is dat juist die dienstplicht? Onder andere, maar het begint wel bij mensen zelf. Zorgen voor een ander zou normaal moeten zijn. En heel veel mensen doen dat. Denk aan mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor mensen in hun omgeving, familie, vrienden. Maar worden lang niet altijd gewaardeerd. Sterker nog, het is nauwelijks te combineren vaak. En als we nu met elkaar afspreken dat niet alleen je economische rendement, maar ook je zorg voor elkaar meetelt, dan hebben we echt een samenleving waarin oog voor elkaar, zorg voor elkaar een veel belangrijkere rol speelt. U noemt nu de mantelzorgers, maar wat doet het CDA dan voor hen? Wat wij voor mantelzorgers doen is het beter mogelijk maken van het combineren van werk en arbeid. Dat is de één. Dus mogelijkheden om vrij te krijgen voor mantelzorg. Het tweede is dat wij ook een fiscale ondersteuning geven via de belastingen voor mensen die even vrij af moeten nemen om mantelzorg te doen. Oké, dankjewel. Ondertussen komt er een vraag binnen. Wat doet u eigenlijk zelf voor de medemens? Ik probeer mij zoveel mogelijk in te zetten voor de ander. Ik doe dat bij mij in de buurt. Ik doe dat via mijn werk, wat mij natuurlijk heel erg in beslag neemt. En ook via een aantal organisaties waar ik zelf actief in ben. Dat vindt u belangrijk? Ik vind het belangrijk, maar het geldt voor iedereen. Iedereen op zijn eigen manier. Dus ik vind het belangrijk.
En ik heb natuurlijk te weinig tijd om veel vrijwilligerswerk naast de lange werkdagen te doen die ik heb. Maar ik zie dat heel veel mensen dat wel doen en ik vind dat we dat moeten ondersteunen. Mooi, ondertussen komt er een vraag binnen van Marjan. Zij schrijft, ik voel mij de laatste jaren steeds minder veilig in mijn wijk. Onder andere door de komst van een groot AZC. Hoe kijkt het CDA hier tegenaan? Nou, als ergens een asielzoekerscentrum komt, dan moet ook de veiligheid worden gegarandeerd. En wat natuurlijk fout gegaan is, is dat in 2015 veel AZC's en vluchtelingencentra zijn geopend, terwijl de politie werd beknibbeld. Dus vaak moest, ik heb ze ook gesproken, wijkagenten die al een wijk hadden, en van de een op de andere dag ook de enige agent waren voor dat AZC. En dat kan natuurlijk niet. Dus wanneer ergens een AZC wordt geopend, moet de veiligheid ook gegarandeerd zijn. Wij zien dat we veel kijkers hebben, waaronder Michel Rog, het Kamerlid. Ja. Moet Michel eigenlijk niet campagne gaan voeren vanavond? Nou, ik zal je vertellen, ik had Michel vanochtend nog aan de telefoon. Ja. Even horen hoe het met hem gaat. Hij vertelde mij dat hij deze weken 60 debatten doet, waarvan hij er geloof ik ruim 40 had gedaan. Zo. Nou, daar kan ik niet aan tippen. Bent u dit weekend nog op televisie te zien? Jazeker. Morgenavond bij Paul de Leeuw. Oké. De opnames zijn inmiddels geweest. En ik ben ervan overtuigd dat het heel erg leuk is geworden. Morgenavond bij Wie steelt mijn show? En natuurlijk zondagavond het debat bij RTL. Kijkt u daarnaar uit? Ja, beide. De uitzending van Paul de Leeuw en het doen van het debat. En ik moet zeggen, inmiddels zijn we als CDA iedere dag in het nieuws. Want het schijnt dat iedereen inmiddels over ons spreekt. Ook al zijn we zelf even stil. Ja, een vraag die ondertussen ook binnenkomt gaat over gisteravond. U was bij het programma Jinek. U zat daar met Lodewijk Asscher. Hoe kijkt u terug op die avond? Ik heb de indruk dat het een heel mooi programma was. Ik vond het zelf leuk om er te zitten. Het was een goede discussie met Lodewijk Asscher. En ik moet zeggen, de setting van die show was ook heel leuk. Dus ik heb het gewaardeerd en ik hoop dat de kijkers dat ook vonden. Tot slot nog even, het loopt hier behoorlijk vol, dus dat betekent dat maar we gaan afronden. Het is echt heel druk aan het worden hier. Ja. Leuk, tot slot, wat verwacht u van deze avond? Mag ik even naar links kijken hoe het er vol loopt? Ja, een volle zaal waar mensen al bij mij staan te kijken wanneer gaat die man hier ergens weg, want ik wil hier achter gaan zitten. Dus het wordt een volle avond en Brabant heeft carnaval net achter de rug, dus het feest vieren zit misschien ook in de benen. Dus laten we hopen dat het mooi wordt. Mooie afsluiter, dank u wel. Graag gedaan.